Op tweede Pinksterdag vond de Campina Open Boerderijdag plaats. Verschillende bedrijven in heel het land stelden hun melkveehouderij open voor publiek. Ook de familie Evers uit Vierlingsbeek deed hier aan mee. Thema van deze dag was: kom picknicken in onze wei. Bezoekers konden hun zelfgevulde picknickmand meenemen en de Campina zorgde voor lekkere zuivelproducten en een picknickkleed. Tijdens de boerderijdagen bieden melkveehouders bezoekers een kijkje achter de schermen van het dagelijks leven op een boerderij en laten zij zien waar de melk vandaan komt. Verder waren er tal van leuke en leerzame activiteiten. Men kon zelfstandig de boerderij bekijken of meelopen met een van de rondleidingen. Die was goed, dat vind ik heel fijn dat mensen dat meekrijgen. Het scheelt er weg. Dan kijk je mee. Thomas! Thank you.